Op zaterdag 23 februari, jongsleden, organiseerde de Stichting Vrienden van de Archipel voor de zesde keer het jaarlijkse muziekconcours. Het concours wordt georganiseerd omdat muziek een taal is die iedereen gemakkelijk verstaat. Archipel organiseert het muziekconcours ook om cliënten, mantelzorgers en inwoners van Eindhoven en de omgeving de kans te bieden te genieten van klassieke muziek op hoog niveau. De acht deelnemers tussen de 8 en 18 jaar hebben stuk voor stuk veel talent. Op 1 juni 2019 is de finale in het muziekgebouw in Eindhoven. Ik ben begonnen toen ik 6 jaar oud was, samen met de piano. Ja. En hoe lang moet je oefenen per dag? Ik oefen meestal 2,5 uur per dag. En je hebt piano les, neem ik aan? Ja, klopt. En wat is jouw toekomstdroom? Mijn toekomstdroom is om naar de conservatorium te gaan en dan solo violiste te worden. Was je zenuwachtig? Heel erg zenuwachtig. Ja. Was het de eerste keer dat je op zo'n concours hebt gespeeld? Nee, dit was mijn 4e keer volgens mij. Oh, de 4e keer. Maar toch elke keer nog een beetje zenuwachtig? Ja. Hoeveel uren moet je oefenen per dag? Ik heb een beetje een probleem met de buurvrouw, dus ik mag maximaal 2 uur per dag spelen. De buurvrouw vindt jouw spel niet mooi? Ze vindt ze een beetje irritant elke dag. Ik merk dan altijd dat ik het fantastisch vind om een hoge noot, om die zuiver en mooi te raken. En om dan te kiezen voor bas is eigenlijk erg zonde om te doen. Dus countertenor is op die manier erg mooi, manier om te zingen, vind ik. Nou, de hoge noot heeft hij geraakt. Ik denk dat meneer Grote, die in het Nunes Mannenkoor zit, die wil deze countertenor er wel bij, denk ik. Het is gewoon 600% verjonging, denk je, het koor. Allereerst is mijn vraag, wat is een countertenor? Wat is een countertenor? Een countertenor is een tenor, dus een man, die zingt in het bereik van een alt. Dus hoog, vooral in de kopstem. Dat is wat een countertenor is. En wanneer heb je ontdekt dat jij een countertenor zou kunnen zijn of worden?
Nou, ongeveer 1,5 jaar geleden, toen ik voor het eerst een solo zong bij het plaatselijke koor waar ik in zing, Venray. En de reacties waren daar heel positief. En ik was eigenlijk georiënteerd op naar de bassen gaan of naar de tenoren gaan, uiteindelijk. Maar men was zo positief op mijn stem dat ik dit ben blijven doen. En ik vond het zelf ook erg leuk, op die manier. Maar jouw stem heeft dus een enorm bereik. Ja, in zekere zin. Ja, toch? Ja, jawel. Ik kan vrij laag komen in mijn spreekstem, zoals u hoort. Ja. En in mijn andere stem vrij hoog. Dat is inderdaad waar. Je maakt onderdeel uit van een koor, vertel je net. Wat is de toekomst? Wil je als solist echt gaan optreden of echt als onderdeel van een koor? Nee, in de toekomst... ik denk dat solist is mijn droom om dat te gaan doen, ja. Dat is ben je wat vrijer in je expressie. Heb je een bepaald voorbeeld? Iemand waar je denkt van, nou, die bewonder ik echt? Ja, ik vind de Filip Jaruski, die kennen velen vaak wel. Filip Jaruski, die zingt erg mooi altijd. Maar ook Michael Chance, een Engelse countertenor. Heel, heel erg mooie stem heeft hij. Speel je al? Ongeveer 6,5 jaar, ja. En waarom heb je dit instrument gekozen? Nou, omdat ik op Sinterklaasavond van mijn ouders een keyboard kreeg. En dat vond ik wel heel leuk. Dus toen ben ik uiteindelijk piano gaan spelen. En ben je in het begin een beetje autodidact geweest? Met andere woorden, heb je het eerst jezelf een beetje aangeleerd of ben je gelijk op les gegaan? Nee, eerst hielp mijn moeder me, maar toen daarna ben ik op les gegaan. Dus je komt uit een muzikale familie? Nee, dat niet. Dat niet. Wat is je toekomstdroom? Nou, ik hoop naar het conservatorium te gaan. Het lijkt me wel leuk om daar echt professioneel les te krijgen. En ja. Ik heb gehoord dat je op je 8e jaar begonnen bent met piano spelen. Klopt dat? Ja. En waarom heb je toen voor piano gekozen? Mijn nichtje speelde piano en ja, ik vond het heel erg leuk dat zij dat deed en toen wou ik dat ook spelen. Ik heb begrepen dat je met je zusje 2 concours hebt gewonnen, Quatre Mains. Ja. En ik mag natuurlijk eigenlijk niet vragen, maar wie van jullie 2 speelt eigenlijk het beste? Oh, we spelen echt allebei op hetzelfde niveau, ja. En jullie hebben ook dezelfde leraar of lerares? Ja, dezelfde leraar, ja. Wat is je toekomstvisie? Wat wil je heel graag worden straks? Ik wil wel graag dokter. Ik weet niet zeker of ik door wil gaan met... ik wil wel doorgaan met piano, maar niet daar mijn beroep... Misschien niet professioneel. Nee.
12 jaar en je hebt gekozen voor viool. Dat heb ik je net ook gevraagd. Waarom? Omdat ik het een keer heb gezien en toen wou ik het zelf ook proberen. Dus eigenlijk moeten we constateren dat hij alleen nog maar een beetje aan het proberen is. Wanneer ben je begonnen met viool spelen? Toen ik bijna 6 was. En waarom heb je voor viool gekozen? Omdat ik het een keer had gezien en toen wou ik het zelf spelen. Ja, dat zei je net ook. Je zou het zelf ook wel even willen proberen, hè? Ja. Heb je dat in het begin helemaal zelf gedaan of ben je gelijk op les gegaan? Op les. En dat ben je uiteraard nog steeds? Ja. Ja? Hoeveel keer per week moet je les hebben? 2 keer per week doen. En dan moet je uiteraard ook oefenen. En hoeveel uur per dag oefen je? 2 tot 3 uur. En wat wil je graag in de toekomst? Violist worden, top violist. Echt een solo-artiest? Ja. En heb je bepaalde voorbeelden? Mensen waarvan je denkt van nou, dat is wel een hele goede violist, dat wil ik ook wel. Janine Jansen, Simone Lamsma, zoiets. Ja. De laagte en ook de hoogte laten horen. En ook de mooie langzamere stukken, de expressieve en ook de wat snellere virtuose stukken. Zodat ik kan eigenlijk alles wat ik wil laten horen, kan ik laten horen. Dat is gelukt. Ja, prima. De meeste solisten kiezen vaak voor viool, piano of gitaar. En jij hebt echt gekozen voor klarinet. Waarom voor klarinet? Ik wilde, mijn ouders spelen allebei blaasinstrumenten. Dus eigenlijk was het voor mij vanzelfsprekend dat ik ook een blaasinstrument wilde. En het liefste hout, omdat ik de houtkleur heel mooi vond. En vroeger toen ik begon met klarinet spelen, toen vond ik vooral het zwarte met het bling heel mooi. Maar nu vooral de klank. Dus. Maar je speelt niet van gisteren op vandaag, hè? Nee. Hoe lang speel je al klarinet? Ik speel, dit is nu mijn 9e jaar. Dat betekent dat je vanaf het begin af aan al les gehad hebt? Of heb je dat eerst proberen zelf te doen samen met papa en mama? Nee, ik ben eerst 2 jaar begonnen met blokfluit spelen. En na 2 jaar wilde ik graag een orkest spelen en dat kon met blokfluit spelen niet. Dus toen ben ik met klarinet begonnen. Ja. Nou, een klein technisch vraagje. Ik zag je tijdens, of liever gezegd in de pauzes, zag je eventjes aan het mondstuk draaien. Waarom is dat? Waarom is dat? Ja, dat is voor de stemming. Als ik het tonnetje wat uit doe, dan wordt mijn klarinet lager. En als ik hem weer wat in doe, dan wordt het weer wat hoger. Dus zo kan je bij stemmen tijdens het spelen. Heb je ook een bepaald toekomstbeeld wat je straks heel graag wil worden? Zo niet heel zeker, maar ik wil wel naar het conservatorium. En dan zie ik daarna wel verder wat er gaat gebeuren. Thank you.
Met welke verwachtingen ben je vandaag hier naartoe gekomen? Wel, met niet echt verwachtingen wat betreft in de finale geraken of zo. Het belangrijkste was voor mij om veel bij te leren bij deze wedstrijd. Dus vooral de voorbereiding op zo'n wedstrijd die belangrijk is en hetgeen dat je daarbij leert. Ja. Je speelt prachtig, maar ik neem aan dat je niet gisteren begonnen bent. Nee. Ik speel al 11 jaar viool. Okay. Ja. En heb je nog bepaalde voorbeelden, mensen die je heel erg goed vindt spelen? Ja, mensen als Maxime Venger of Hilary Hahn zijn natuurlijk grote voorbeelden voor iedereen. Ja. Hoeveel moet je per dag studeren om zo goed te kunnen spelen? Dat is toch wel 3 tot 4 uur per dag dat ik moet oefenen, ja. Maar dan heb je ook dan nog vrienden en zo waar je mee op kunt gaan trekken? Want ja, die spelen waarschijnlijk geen viool. Nee, vrienden en andere hobby's, daar is weinig tijd voor door het vele oefenen, maar... Dat hebben we er natuurlijk voor over. Ja. Okay. Ja. Kom je uit een muzikale familie? Ja, mijn hele familie is eigenlijk muzikaal. Mijn papa speelt piano, mijn zus speelt cello en mijn mama dwarsfluit. En mijn viool is ook gemaakt door mijn opa. Dus, ja. Gabi, dit is voor de 6e keer georganiseerd, dit concours. En ik heb begrepen dat jij nou voor de 5e keer presentatrice bent. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat ben ik eigenlijk een beetje ingerold. Ze hebben mij op een gegeven moment daarvoor gevraagd. Daar moet ik eigenlijk heel goed over nadenken. Want Ellen van Laarhoven, die dit organiseert, oftewel de koepel, hè, van Archipel, die hebben op een gegeven moment gezegd, er zijn deelnemers bij dat muziekconcours uit Nuenen. En zou jij dat willen presenteren? En dat kwam ook wel, nu jij dat zo vraagt, door de gastvrouw die jullie straks misschien nog horen. Door Chantea. Die zei, God Gabi, is dat niks voor jou om dat te presenteren? En dat ben ik gaan doen. Ja. En hoe vind je dat? Ja, dat is geen straf, hè. U bent er zelf bij geweest. En als je dan ziet hoe dat jonge talent speelt. Ja, dat is ja, ik vind het een eer dat ik dit mag doen. Ja. Ja. Je moet je uiteraard ook van tevoren voorbereiden. Ja. Dat heb je uiteraard ook gedaan. Dat was ook te zien trouwens. Ja, dankjewel. Ja. Ja, ik moet zeggen dat je je soms ook wel eens afvraagt, waar heb ik nu weer ja tegen gezegd? Want als je dat goed wilt doen, dan moet je je inderdaad goed voorbereiden. En gelukkig hebben we tegenwoordig Google, dus je kunt alles vinden. Is het niet Wikipedia, dan zijn het de muziekstukken die je voor kunt luisteren op YouTube. Alles is te vinden, soms ook over de kandidaten. Dat ligt eraan ja, hoe vaak ze met concours ook hebben meegedaan. Maar ja, het is wel veel werk, dat is wel waar. Ja. Wat vond je van het niveau vandaag? Het niveau vond ik geweldig. Tot nu toe heb ik het Archipel Muziekconcours gepresenteerd in de voorrondes. In de Joop van Dijkhof en ook bij de Akkers. En dit jaar was voor mij de eerste keer de halve finale. Ik heb een soort van promotie gemaakt in presentatieland, zullen we maar zeggen. En dan merk je dat dat niveau nog weer hoger is. Omdat ze toch, ja, het is finale materiaal. Het gastvrouw zijn houdt in dat ik de deelnemers en hun familie welkom heet. Ik vertel ze waar de inspelruimte is, hoe laat ze in moeten spelen, hoe laat ze klaar moeten staan om hier op te treden. En ik heb gewoon een afspraak met Gabi van hoe we dat doen, wanneer ze naar voren komen. Niet dat ze al voor zijn voordat ze geapplaudisseerd hebben en dat willen we allemaal heel netjes geregeld hebben. En dat gaat goed. En de jonge lui vinden het ook heel erg leuk. Is dit de eerste keer dat u gastvrouw bent? Nee. Alle keren dat in Nuenen is, heb ik dus meegedaan. En het is ook mee in de organisatie. Hè? Dat vind ik dus ook heel erg leuk. En hoe groot is het team waarmee u dan zo'n concours organiseert? Nou, het echte concours. Dus dat wordt dus vanuit Archipel in Eindhoven georganiseerd. Maar hier voor Nuenen. Ja. Doen we dat meestal met tweeën. En soms met drieën. Nu is er ook een mevrouw die er volgend jaar dus dit gaat begeleiden. En die is er dus dit jaar voor het eerst ook bij. U heeft natuurlijk ook mee kunnen luisteren naar het, wat de kandidaten gedaan hebben. Jammer, nee. Alleen de laatste kandidaat, nee. Ik moet dus zorgen dat ze op tijd inspelen. Dat ze niet te veel tijd nemen. Afpikken van de ander. Ja. En dat ze hier op tijd klaarstaan. Dus ik heb alleen de laatste kunnen horen. Maar het was geweldig. Dus voor u is het heel belangrijk straks om te kijken naar de uitzending van de LON. Zeker weten. Ik vind het zo leuk. En ik heb dus alle voorrondes heb ik dus ook gezien. Okay.
ik geniet er zelf ook zo van. Nou, dat is te zien.